Welkom allemaal. Mijn naam is Kees. Ik ben de voorzitter van de bijeenkomst. En we zijn hier bij elkaar omdat we het willen hebben over wat we nu moeten verwachten. En hoe we vooral ook moeten interpreteren wat er is gebeurd in Irak. Waar de Iraanse generaal Qasem Soleimani werd gedood en vervolgens een tegenaanval kwam. Wat is de rol van de VS? Wat is de rol van Iran? Hoe positioneert de VS zich in het Midden-Oosten? Welke belangen spelen er? Er valt een hele hoop over te vertellen. En dat beseft Max van Lingen zich ook, want die heeft zich aardig verdiept in het onderwerp. En die gaat er een half uur over praten. Aan hem de schone taak om het een en ander mee te geven aan ons, zodat we daar ook een discussie over kunnen hebben. En ik wil hem dan ook graag het woord geven en daarna zal ik nog even kort wat vertellen over hoe we de bijeenkomst verder vormgeven. Max, aan jou het woord. Ja, zoals Kees al zei, er valt hier heel veel over te zeggen. Dus ik ga een heleboel dingen niet noemen waarvan jullie waarschijnlijk denken, dat is ook belangrijk. Noem dat vooral in de discussie na afloop, want er is veel te weinig tijd om alles te behandelen. Maar ik hoop wel enige duiding te kunnen geven aan de gebeurtenissen van de afgelopen dagen en die in een wat groter perspectief te plaatsen en daarbij ook iets te kunnen zeggen over welke gevolgen deze gebeurtenissen nu voor de komende periode in die regio hebben, maar ook wereldwijd. Want het was natuurlijk best schrikken toen op 3 januari het bericht kwam dat er een droneaanval was geweest. Waarbij Qasem Soleimani en Abu Mehdi al-Muhandis omkwamen. De een was een Iraanse generaal die eigenlijk de tweede persoon in Iran is. Hij was verantwoordelijk voor de revolutionaire garde, dat is de Iraanse leger buiten Iran, dus niet zozeer over hoe de revolutionaire garde in Iran zelf optrad, maar veel meer over hoe het dat buiten Iran deed. En zeker gezien de situatie in Irak en Syrië betekende dat hij een hele machtige man was in de regio. De andere man, Abu Mehdi al-Muhandas, was een stuk minder bekend. Hoewel ik moet zeggen dat de meeste mensen in het Westen waarschijnlijk Soleimani ook niet kenden voordat hij vermoord werd. De mensen in de regio kennen hem heel goed, voornamelijk als een moordenaar. Daar ga ik het later over hebben. Maar de andere man was ook heel erg belangrijk in die zin dat hij de leider was van de pro-Iraanse Shiïtische milities in Irak en daarin zowel een belangrijke rol speelde in de oorlog in Syrië als in Irak zelf, in de Iraakse politiek, wat nogal een wespennest was en is. Al snel werd duidelijk dat dit grote gevolgen zou hebben. Op sociale media werd druk gespeculeerd over een derde wereldoorlog. De sociale media zijn vrij snel, dat kan snel komen en snel gaan, maar van de week viel het mij wel op, toen stond ik voor de klas en we hadden een les over de Eerste Wereldoorlog en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en er waren verschillende kinderen die vroegen van, komt er een derde wereldoorlog aan? Het zijn 13, 14-jarige kinderen die daar echt mee bezig zijn van, speelt dit? Dus het laat wel iets zien over de impact van dat nieuws, in Nederland. Vrij snel daarna werd eigenlijk duidelijk dat de Iraanse vergeldingsactie, de raketaanvallen, beperkt bleven. Ze hadden die van tevoren aangekondigd en er vielen dan ook geen Amerikaanse doden. Wat dat betreft leken ze een beetje op de eerdere Amerikaanse raketaanval in Syrië als vergelding op de gifgasaanval in Khan Shaykhun, waarbij van tevoren werd aangegeven van hey, we gaan bombarderen, dus haal je mensen daar weg en dan is er wat materiële schade, maar daarmee is de kous ook af. Het is meer een bombardement voor de bühne wat dat betreft. Daarmee leek eigenlijk het hele verhaal
met een sisser af te lopen. Maar die gevolgen zijn natuurlijk veel groter. Wat er in feite gebeurde was dat op dat moment een directe confrontatie tussen Iran en de Verenigde Staten werd afgewend. Hoewel we ons moeten afvragen in hoeverre dat ooit echt op de tafel heeft gelegen. Want dat was in geen van beide landen hun belang geweest. Ik wil eerst iets zeggen over die over hoe er wordt gesproken over oorlogsdreiging. Wordt veel in de media gezegd, er is oorlogsdreiging. En ook door veel activisten wordt dat toch wel gebruikt. Kijk, als we kijken naar die regio, dan is er niet sprake van een oorlogsdreiging. Er is gewoon oorlog. Er wordt in Syrië oorlog gevoerd. Er wordt in Jemen oorlog gevoerd. Irak, officieel geen oorlog, maar er is permanent sprake van geweld. De gebeurtenissen van de afgelopen weken begonnen met een raketaanval op een Iraakse militaire basis, waarbij een Amerikaanse aannemer werd, die kwam om bij die raketaanval. De Verenigde Staten reageerden met een aanval op de militie die volgens hun verantwoordelijk daarvoor was. Daarbij kwamen ongeveer 25 militieleden op. De reactie daarop van die militie was weer om de Amerikaanse ambassade in Irak te bestormen. En als reactie daarop kwam de aanval, hoewel gezegd moet worden dat er ook wel duidelijk is geworden dat de Verenigde Staten al langer bezig was om deze man te volgen en om te kijken of ze hem konden vermoorden. Volgens mij was het John Bolton die op een gegeven moment zei van dit is een operatie waar we al lang mee bezig zijn en waar veel mensen aan hebben gewerkt en nu eindelijk hebben we succes. Dat is verder niet zo heel veel naar voren gekomen, maar het laat wel zien dat dit soort dingen allemaal door elkaar heen lopen en dat vrij plotselinge gebeurtenissen lang van tevoren bedachte acties ook door elkaar heen lopen. Maar het is belangrijk om te zien dat die hele regio eigenlijk niet zozeer instabiel is, maar dat er sprake is van een permanente oorlog en die ook verder gaat dan alleen de kern van het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is een beetje een vaag begrip, want hoort Iran daar nou wel bij of niet? Maar ik gebruik het voor het gemak even. Maar dat ook bijvoorbeeld in Afghanistan, in Libië zijn ook nog steeds oorlogen bezig die gewoon voortduren. Dus als we het hebben over wat er de afgelopen week is gebeurd, dan hebben we het meer over een escalatie van die oorlog dan over een oorlogsdreiging, als het ware. Als we dat in perspectief plaatsen, dan als je kijkt naar die situatie, dan denk ik dat er twee gebeurtenissen de afgelopen decennia heel belangrijk zijn geweest voor het vormen van de huidige situatie. Dus ten eerste de inval in Irak en de omverwerping van Saddam Hussein in 2003. Dat is een enorm belangrijke gebeurtenis. En ten tweede de golf van revoluties en opstanden die in 2011 begon met de Tunesische en Egyptische revolutie. Maar die je vandaag nog steeds verder ziet gaan in allerlei landen in dat gebied. Om op die eerste in te gaan. De inval in Irak betekent een belangrijke breuk met het Amerikaanse buitenlands beleid sinds de Vietnamoorlog. Want uit de Vietnamoorlog had de Amerikaanse heersende klasse de les getrokken dat ze weliswaar een groot en machtig leger hadden en dat ze in staat waren om elk leger in een conventionele oorlog te verslaan. Dus gewoon waarin twee legers van twee staten tegenover elkaar staan. Daarin zijn ze per definitie de sterkste en dus in staat om de tegenstander uit te schakelen, te winnen. Maar dat ze in andere oorlogssituaties daar minder goed in staat toe te zijn. En dat in Vietnam leden ze dus een nederlaag tegenover een leger, een guerrilla-leger, wat in feite niet volgens de regels van de conventionele oorlogsvoering de strijd aanging, maar op een hele andere manier die strijd voerde. En de conclusie die de Amerikaanse heersende klasse daaruit trok, was dat ze niet meer oorlogen moesten voeren met grondtroepen. Of in ieder geval niet met grote hoeveelheden
grondtroepen, maar dat ze in plaats daarvan moesten rekenen op speciale eenheden, dus missies waarbij kleine missies waarbij vijandelijke doelwitten worden uitgeschakeld, diplomatieke middelen, maar dan heb ik het voornamelijk over politiek, staatsgrepen en dergelijke achter de schermen, het steunen van proxy legers, dus andere groepen aan de grond, maar dat ze vooral zelf niet de grondtroepen moesten leveren, omdat ze dan bang waren dat ze in een moeras terechtkwamen, zoals ze in Vietnam terechtkwamen. En in zekere zin hebben ze datzelfde, die wetenschap ook gebruikt op een gegeven moment, door te zeggen van, oké, we gaan in Afghanistan het Vietnam voor de Sovjet-Unie organiseren. Dus precies de omstandigheden die zorgden voor de nederlaag in Vietnam, die zorgden er ook in Afghanistan voor dat de Russen hun nederlaag leden. Dus dat was een les die ze daaruit trokken. Wat veranderde was de verkiezing van George Bush, die met hem, hij zelf was niet zo super belangrijk, maar de mensen die hij meenam in zijn regering, de neoconservatieven, die waren heel erg belangrijk, omdat die een alternatieve strategie hadden bedacht. Die zeiden van, een probleem is niet zozeer dat wij met grondtroepen in andere landen oorlogen voeren. Het probleem is als we daar lang blijven. Dus wat we doen is met een hele grote overmacht in één keer de vijand uitschakelen en zorgen dat ze niet in staat zijn ons in een moeras te trekken, maar in plaats daarvan heel snel erin en heel snel er weer uit. En dat was eigenlijk de basis, voornamelijk voor de inval in Irak, in mindere mate ook de oorlog in Afghanistan. Maar als we nu kijken naar de situatie, meer dan 15 jaar later, kunnen we wel vrij zeker vaststellen dat de strategie van vrij snel in wel geslaagd is, maar van vrij snel er weer uit allerminst. De Amerikaanse troepen zitten natuurlijk nog steeds in zowel Afghanistan als in Irak. De situatie in Afghanistan is vrij dramatisch, zowel voor de bevolking als voor de Amerikanen. Het is gewoon echt een land waar op dit moment geweld aan de orde van de dag is. Dat betekent dus dat het voor de bevolking zelf vrij dramatisch is. Maar ook de Verenigde Staten en haar bondgenoten controleren maar een heel klein stuk van Afghanistan en zijn eigenlijk de controle over het grootste gedeelte van het land kwijt. Dus dat is eigenlijk, het wordt nog niet zo genoemd, maar het is in feite een nederlaag die ze hebben geleden daar. In Irak is de situatie zo mogelijk nog erger. Ook daar is geweld aan de orde van de dag. We hebben natuurlijk de periode gezien waarin de Islamitische Staat grote delen van het land onder controle had. Maar ook de hele aanloop naar de gebeurtenissen van de afgelopen week laat ook wel zien hoe precair de situatie daar is. Er is daar heel veel geweld. Maar de ironie van de situatie is ook dat eigenlijk de inval van Irak, of de inval in Irak, ertoe heeft geleid dat de grootste tegenstander van de Verenigde Staten in de regio, namelijk Iran, juist grote invloed heeft gekregen in dat land. En eigenlijk er in staat is gebleken om haar invloed in de regio te vergroten en hierdoor ook een situatie te creëren waarin er een groot gebied in het Midden-Oosten is van bondgenoten. Dus we hebben het dan niet alleen over Irak, wat een sterk pro-Iraanse houding heeft, maar ook over Syrië, waar Assad een bondgenoot is van Iran en waar grote hoeveelheden Iraanse troepen aanwezig zijn, alsmede pro-Iraanse milities uit Irak. En natuurlijk Hezbollah in Libanon. Dus je hebt eigenlijk daar waar Iran voor de oorlog in Irak heel erg geïsoleerd was, zijn ze juist door die oorlog in Irak erin geslaagd om min of meer een plek te creëren in het Midden-Oosten waar zij bondgenoten hebben en dat die ook direct verbonden zijn. Nou, de andere
belangrijke gebeurtenis van de afgelopen 2 decennia is de Arabische revolutie. De revoluties en opstanden die eigenlijk van Marokko tot Iran zelf, tot Soedan aan toe plaatsvinden hebben gevonden. Dat is een heel erg ongelijkmatig proces geweest. We hebben natuurlijk gezien dat in Tunesië en in Egypte werden de dictators afgezet door volksopstanden, door revoluties. Tegelijkertijd zien we inmiddels dat in Egypte het leger weer aan de macht is en dat eigenlijk de oude situatie niet helemaal terug is, maar dat er wel veel van de verworvenheden van de revolutie weer verdwenen zijn. In Libië en Syrië liepen de opstanden vast, werden gekaapt door buitenlandse interventie. Dus op een gegeven moment was er zeker zo rond 2014, 2015 echt wel het gevoel van de belofte van de revolutie, die is dood. Het was een kortstondige opleving, maar dat was het. Het is daarbij belangrijk dat ook de periode was vanaf 2013 echt dat andere spelers in dat gebied ook een rol gingen spelen. Dus in 2011 zie je eigenlijk dat de bevolking van allerlei landen op het toneel verschijnt als een belangrijke actor. Vervolgens proberen verschillende staten in de regio om daar ofwel een slaatje uit te slaan of de boel onder controle te krijgen. Daarvoor is het wel belangrijk om even te kijken naar de Amerikaanse positie in het Midden-Oosten. Want op dat moment zitten ze natuurlijk in Irak. Maar wat een langer proces is wat al aan de gang is, is dat de Amerikaanse economie relatief gezien steeds minder belangrijk wordt in de wereldeconomie. Dus na de Tweede Wereldoorlog is de Amerikaanse economie veruit de belangrijkste economie ter wereld. Dat is het nog steeds. Maar relatief gezien ten opzichte van de rest van de wereld is het minder belangrijk geworden. Dat is een beetje een ingewikkeld ding om je voor te stellen. Het betekent dus ook dat de mogelijkheden van de Verenigde Staten om economisch haar dominantie op te leggen in de wereld afneemt. In plaats daarvan vertrouwen ze steeds meer op militaire macht. Want die is nog steeds heel erg groot en de afname van die relatieve macht die is er eigenlijk niet, omdat de Verenigde Staten nog altijd het meeste investeert van alle landen in de wereld in haar leger. En dus die militaire macht die is nog steeds heel erg sterk, dus ze maken daar gebruik van. Maar het creëert wel problemen, want ze krijgen dus andere tegenstanders in de wereld. Bijvoorbeeld China wordt een belangrijke tegenspeler vanwege de economische opkomst van China. Onder Obama was het al Hillary Clinton, die toen minister van Buitenlandse Zaken was, die de draai naar Azië had bedacht als strategisch project. Dat betekent dat de Verenigde Staten haar militaire macht steeds meer weg uit Europa, uit West-Azië en Afrika haalt, om in het gebied rond de Stille Oceaan, voornamelijk rondom China, te projecteren. Zodat ze hun belangrijkste economische tegenstander, dat ze daar ook hun militaire macht op concentreren. Trump zag ook China als een land waarmee hij wilde onderhandelen, maar vooral ook als zijn belangrijkste economische tegenstander. Dus daar zie je een draai eigenlijk in het Amerikaanse beleid, waarin ze vroeger heel erg gericht waren op Europa en het Midden-Oosten, zijn ze zich steeds meer gaan richten op Azië, op Oost-Azië. De oplossing om dan toch
wel iets te zeggen te blijven hebben in Europa en in het westen van Azië, is dat ze steeds meer zijn gaan leunen op regionale machten en bondgenoten. Dus dan hebben we het natuurlijk over de Europese Unie, dan hebben we het natuurlijk over Israël, maar dan hebben we het ook over landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Saudi-Arabië is op dit moment een van de grootste, zo niet de grootste, wapenimporteur ter wereld. Die zijn zich echt tot de tanden toe aan het bewapenen. Dat is ook onderdeel van de draai van de Verenigde Staten naar het oosten, om juist te zorgen dat Saudi-Arabië zelf in staat is om oorlogen te voeren. Nou ja, we zien in Jemen dat ze dat nog niet heel erg goed afgaat. Overigens met desastreuze gevolgen voor de bevolking, maar ze zijn er niet in staat, ze zijn daar ook niet in staat om die oorlog te winnen. Ook een land als Turkije kreeg daardoor meer speelruimte. Dat betekent echter ook dat doordat die landen een belangrijke rol zijn gaan spelen, dat ze ook meer een onafhankelijke rol gaan spelen. Dat ze ook steeds meer te zeggen willen hebben. Dus dat er ook soms dingen gebeurden die niet helemaal in overeenstemming zijn met de Amerikaanse wensen. De Amerikanen waren bijvoorbeeld in Syrië heel erg erop gericht om ten eerste te voorkomen dat er een daadwerkelijke revolutie uitbrak. Tegelijkertijd wel de positie van Assad te verzwakken. Maar dat te doen door allerlei groepen te steunen die niet zozeer gericht waren op het Westen, maar vooral intern soms vrij radicale standpunten innamen. Maar Saudi-Arabië en Qatar zijn wel degelijk bezig geweest om geld en middelen door te sluizen in de richting van de Islamitische Staat. En het interessante is dat er op een gegeven moment een e-mail uitlekte waaruit bleek dat de Verenigde Staten Saudi-Arabië en Qatar onder druk zetten om dat niet meer te doen. En dat werd gezien als het bewijs dat de Verenigde Staten dus de Islamitische Staat steunde. In feite zeiden ze juist het tegenovergestelde. Maar de reden daarvoor is dat de Islamitische Staat natuurlijk ook in westerse steden dingen deed. En dat was een probleem voor de Verenigde Staten. Terwijl die andere groeperingen in Syrië, die niet daarmee bezig waren, die waren helemaal geen probleem. Want wat zij op de grond deden, dat was allemaal niet zo erg, zolang ze maar Assad en de revolutie verzwakten. Naast deze landen stelde het natuurlijk ook, dat die terugtrekkende beweging van de Verenigde Staten stelde ook juist de vijanden van de Verenigde Staten in staat om een grotere rol te spelen. En Iran is daar natuurlijk het belangrijkste voorbeeld van. Die hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de oorlog in Syrië. Soleimani was daar de grote man. Dat was niet alleen degene die de revolutionaire garde in Syrië aanstuurde, maar ook degene die de Iraakse milities, die stonden onder zijn bevel. En hij was degene die allerlei milities die ook meevochten aan de kant van Assad herstructureerde op een manier dat ze ook onder datzelfde commando vielen. Omdat het Syrische leger werd niet vertrouwd door Assad en niet vertrouwd door Iran. Omdat het Syrische leger zijn natuurlijk gewoon Syriërs die vaak dienstplichtig waren. En die dus ook vaak niet wilden schieten op demonstranten, op activisten. Want dat waren hun eigen broers, zussen, familieleden, buurtgenoten. Dus heel vaak waren eenheden van het Syrische leger niet in staat om oorlog te voeren. En in plaats daarvan werden allerlei milities gecreëerd die vaak afkomstig, die leden daarvan waren vaak afkomstig uit allerlei specifieke religieuze of andere bevolkingsgroepen.
En op basis daarvan werden ze georganiseerd. En Soleimani speelde daar een hele belangrijke rol in. Hij speelde ook een hele belangrijke rol in de strategie om steden te belegeren. Steden die dus niet zozeer ze te veroveren, maar ze te belegeren, uit te hongeren en vervolgens te zorgen dat de bevolking die overbleef getransporteerd werd naar andere gebieden. En op die manier zijn in feite etnische zuiveringen die daar werden uitgevoerd om bepaalde gebieden demografisch onder controle te krijgen door daar bepaalde bevolkingsgroepen te versterken, andere bevolkingsgroepen te verzwakken en zo tegen elkaar uit te spelen. Het doet heel erg denken aan, Syrië is natuurlijk een oude kolonie van Frankrijk, die datzelfde spelletje in Syrië hebben gespeeld en ook in Libanon, waar we vandaag de dag nog steeds de wrange vruchten van plukken. Dus Soleimani speelde daar een hele belangrijke rol in. En Mohandis, de andere man die opkwam bij de raketaanval, die was dus de belangrijkste man van die milities, die Iraakse, pro-Iraanse, Sjiïtische milities. En die speelde een hele belangrijke rol ook bij het neerslaan van protesten in Irak. Want als we het hadden over die, we hebben het net gehad over de Arabische Revolutie. En juist de afgelopen 2-3 jaar zie je weer een heropleving daarvan. Dat daar waar een paar jaar geleden werd de revolutie doodverklaard. Maar nu zie je van Soedan tot Algerije weer opstanden plaatsvinden. Maar ook de afgelopen maanden in zowel Irak als in Iran. En in Irak speelde Mohandis een hele belangrijke rol bij het neerslaan van die opstanden. Je moet je voorstellen dat in november en december zijn in Irak meer dan 500 demonstranten omgekomen bij het neerslaan van die demonstraties. In Iran zijn in diezelfde periode eveneens honderden, waarbij sommige bronnen zelfs zeggen rond de 1500 mensen omgekomen bij het neerslaan van allerlei protesten tegen corruptie. Dankjewel. De belangrijkste beweegredenen voor de demonstranten in Irak waren de corruptie, maar ook de Iraanse invloed. In feite zagen de Iraakse demonstranten, zagen de toenmalige premier, die inmiddels is opgestapt als gevolg van die protesten, zagen ze als een marionet van Iran. En sindsdien zijn er een heleboel protesten geweest. En wat Iran in feite wil, is dat er weer een nieuwe premier komt die uitvoert eigenlijk wat Iran wil. En in Iran zijn ze voornamelijk gericht tegen corruptie en het vastlopen van het regime. Daarbij is het belangrijk dat Trump en het Westen zeggen heel erg van wij hebben deze aanval uitgevoerd en wij gaan toenemende druk uitoefenen op Iran omdat wij de mensenrechten belangrijk vinden en omdat wij vinden dat dat er meer vrijheid zou moeten zijn. In werkelijkheid heeft deze actie ervoor gezorgd dat de demonstraties in eerste instantie in de verdediging werden gedrukt. Er zijn altijd al verdenkingen in Irak en Iran en die worden ook door het regime verspreid, dat die protesten eigenlijk worden aangesticht door het Westen. En juist zo'n raketaanval en sancties, die zorgen ervoor dat die verdenkingen alleen maar groter worden. Want de Verenigde Staten is immers onze vijand. Die wil hier zo dingen veranderen, die wil het hier voor het zeggen hebben. Jullie zijn ook tegen het regime, dus jullie zullen wel samenwerken. Dus dat helpt niet bepaald. Maar het interessante vond ik dat de Iraakse demonstranten hadden dat meteen heel erg goed door. Dus die zijn meteen na de raketaanval zijn ze weer de straat op gegaan. Hebben ze heel duidelijk afstand genomen van de Verenigde Staten. En zeiden ze eigenlijk, wij willen een einde aan de Amerikaanse en aan de Iraanse
bezetting. We willen een einde aan de dubbele bezetting. En wat ze zeiden is Irak voor de Irakezen. Daar valt wat over te zeggen als je het hebt over Koerdistan. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar het is heel erg een slogan die voortkomt uit de wens van Soenieten en Sjiïten om gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk hun toekomst te bepalen en zich niet te laten verdelen door verschillende geloven. En ook niet door te zeggen van we willen of aan de kant van Iran of aan de kant van de Verenigde Staten staan. We willen juist aan dezelfde kant staan, namelijk onze eigen kant, die van de Irakezen. En ze gingen dus meteen de straat op met die boodschap en dat was heel belangrijk. Maar het is wel interessant wat dat betreft dat in de westerse media wordt hier nauwelijks aandacht aan besteed. Sowieso voordat die raketaanval plaatsvond, was de enige aandacht die er was, was voor de bestorming van de Amerikaanse ambassade door een militie. En niet voor de honderden, de duizenden demonstranten die daar al wekenlang aan het demonstreren waren tegen het Iraakse regime. En in Iran zag je wel heel duidelijk, daar waren ze niet in staat om diezelfde draai te maken. Daar konden ze niet meteen de straat op gaan en weer met dat soort slogans naar buiten komen. Maar daar zorgde de leugen over het neerhalen van het vliegtuig waarbij 176 mensen omkwamen, die zorgde ervoor dat het heel erg draaide. En, dat was een passagiersvliegtuig, een Oekraïens passagiersvliegtuig, waar een heleboel Iraniërs met dubbele paspoorten in zaten. Dus die waren op vakantie geweest in Iran en die waren op de weg terug naar huis, veel naar Canada. En dat vliegtuig werd neergehaald, waarschijnlijk per ongeluk. Maar het feit dat er dagenlang gelogen werd door het regime, dat zorgde ervoor dat een heleboel Iraanse mensen zeiden van zie je wel, dit is precies waar wij hiervoor al de straat op gingen. En we willen een einde aan dit regime. En er werden echt dingen geroepen. In Iran staat op een aantal zaken de doodstraf. Dus ook bijvoorbeeld op het afzetten van de Ayatollah Khamenei. Daar staat de doodstraf op, maar dat was een van de slogans van die demonstranten. Dus je ziet daar heel erg een terugkeer van die demonstraties. En dat vind ik zelf heel erg interessant, dat eigenlijk het vrij snel weer de andere kant op opgedraaid is. Nou heb ik niet heel veel tijd meer, maar ik wil toch iets zeggen over de Verenigde Staten en Trump en nog iets over Nederland. Over de Verenigde Staten is het heel belangrijk dat, nou, ik heb een aantal dingen genoemd door dit verhaal heen over waarom de Verenigde Staten daar zo actief is. Dat is natuurlijk de achterliggende reden. Olie is een belangrijke reden. Er is ook veel gesuggereerd dat het weer een typische ad hoc reactie van Trump was, die even iets geks doet en dan weer terug naar normaal gaat, zoals hij af en toe zijn rare Twitter aanvallen heeft. In werkelijkheid is er wel degelijk steun voor deze aanval geweest binnen zijn regering. We moeten daar heel erg kijken in de hoek van de christenfundamentalisten. Dus dan hebben we het over Mike Pence, maar ook Mike Pompeo, die daar een belangrijke rol in speelde. Hè. De beslissing om deze aanval te nemen is genomen in een vergadering met de belangrijkste mensen in de Verenigde Staten. Dat was niet een beslissing van Trump die nog even 's avonds op de Twitter-knop drukte. Dit was een voorbereide aanval. Hier is over nagedacht. En delen van de Amerikaanse regering staan hier wel degelijk achter. Het wordt zelfs gesuggereerd dat Trump dit eerder doet om delen van zijn regering tevreden te stellen. En dat de verhouding eerder andersom is dan dat de gehele regering er niet achter zou staan. Maar dat het gewoon een beetje
een rare actie van Trump is geweest. Een ander ding daarover. Als het gaat om electoraal gewin. Kijk, hij zat natuurlijk in die impeachment procedure. Daar heeft het de aandacht van afgeleid. Het heeft de aandacht afgeleid van de hele samenwerking met Rusland verhaal. Wat ik persoonlijk niet zo heel erg interessant vind. De Verenigde Staten doet veel meer aan inmenging in verkiezingen in andere landen dan dat Rusland ooit gedaan heeft. Maar wat wel belangrijk is, is dat dat een deel van zijn achterban heel erg anti-oorlog is. En dat kan hem problemen op gaan leveren. En dat zijn met name de mensen die op sociaal-economische issues vrij rechts zijn, maar die ook niet zozeer tegen oorlog zijn, maar die wel tegen het soort oorlogen wat in Irak en Afghanistan gevoerd wordt zijn, omdat dat de gebieden in de Verenigde Staten zijn waar het grootste gedeelte van de soldaten die die oorlogen gevoerd hebben vandaan komen. En dat zijn dus ook de gemeenschappen waarin de meeste veteranen wonen, de meeste mensen die gewond zijn geraakt, die te maken hebben met posttraumatische stress en die op allerlei manieren weten wat de kost, de kosten, de prijs van, anglicisme, de prijs van oorlog is. Ze zijn niet zozeer tegen dat er oorlog wordt gevoerd en dat daarbij mensen in dat andere land waar oorlog gevoerd wordt doodgaan, maar ze zien wel wat het in hun eigen land aanricht. En dat zijn juist in de belangrijke staten die in de verkiezingen heel erg belangrijk zijn, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dat soort staten, daar heeft dit een hele grote impact. Dus dit kan nog wel eens een heel vervelend staartje krijgen voor Trump. Dan over Nederland. Kijk, Nederland en de Europese Unie die deden weer net alsof ze ergens tussenin zitten en een genuanceerde mening hadden. Aan de ene kant moet Iran zich inhouden, aan de andere kant vinden we het ook geen handige actie. Maar ik vond het opvallend dat het eerste bericht wat ik las over een Nederlandse reactie was dat Mark Rutte had gebeld met volgens mij de ambassadeur van Iran. Maar in ieder geval dat Iran zich rustig moest houden. Die moesten zich kalm houden. Dus dat was de eerste reactie nadat de ene belangrijkste man van de Iraanse staat was vermoord. Was Iran, jullie moeten hier rustig houden. Ondertussen, er is het plan om een fregat te sturen naar de straat van Hormuz, dus richting de Persische Golf. Dat gaat gewoon door. Er zitten Nederlandse soldaten op diverse bases in Irak. Die blijven daar gewoon. Dus Nederland zegt aan de ene kant een genuanceerde positie in het midden in te nemen. Maar aan de andere kant vinden ze het begrijpelijk dat die raketaanval plaats heeft gevonden. En begrijp me niet verkeerd, de wereld is een betere plek zonder Soleimani en zonder Mohandis. Maar het zouden andere mensen moeten zijn die met hun afrekenen en niet de Verenigde Staten en zeker niet op deze manier. En Nederland weigert dus ook gewoon om dat heel duidelijk te veroordelen. En ze zeggen, ik weet niet de exacte woorden, maar waar het op neerkomt is, het is niet zo handig, we hadden het anders gedaan, maar hij was ook geen lievertje en Iran moet zich rustig houden. Dat is eigenlijk de boodschap. En ik denk dat het voor ons daarom heel belangrijk is dat we wel de belangen van de bevolking daar zo als vertrekpunt nemen. Dus dat we kijken naar van dat we niet vervallen in een soort van we moeten de Iraanse staat verdedigen of we moeten Soleimani tot een martelaar gaan verheerlijken of dat soort dingen. Het vertrekpunt moet zijn dat de bevolking zelf de toekomst van het gebied bepaalt. Dus dat gaat over Irak, over Iran, over Syrië, et cetera. Maar dat we als activisten, als het gaat om onze eisen en over
waar we ons op zouden moeten richten qua protesten, zouden we ons in eerste instantie op de Nederlandse betrokkenheid moeten richten. Want we kunnen protesteren tot hun onzwegen bij de Iraanse ambassade, maar de invloed van dergelijke demonstraties is nihil. Terwijl wat onze belangrijkste taak is, is te zorgen dat Nederlandse militairen vertrekken uit het Midden-Oosten, zodat de coalitie van de Verenigde Staten wordt verzwakt en het vertrek van Amerikaanse soldaten uit het Midden-Oosten wordt verspoedigd. En inderdaad te zorgen dat dat fregat niet die kant op gaat, als mede te zorgen dat er geen wapenleveranties die kant op gaan, maar ook dat er geen wapens gekocht worden uit die regio en dat samenwerken van Nederlandse bedrijven met autoritaire regimes gestaakt zou moeten worden. En denk dan bijvoorbeeld aan Shell, dat natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. Saoedi-Arabië verkoopt de olie, krijgt daar het geld voor en koopt daar de wapens van waarmee ze oorlog voeren. En datzelfde geldt voor andere landen in de regio. Ik hoop dat ik hier iets van een duiding heb kunnen geven. Het is natuurlijk heel veel, maar ik hoop ook dat jullie nog aanvullingen, vragen ter verduidelijking, et cetera, daarmee komen. Dank jullie wel.